Relax. Straattheater in Zuidoost de jongeren wil vertellen dat ze tijd moeten nemen om af en toe stil te staan in plaats van het altijd te haasten. Heel veel jongeren tegenwoordig die hebben heel veel haast, die hebben deadlines, die hebben heel veel schoolwerk om te doen. En ik merk ook dat hoe verder we in de tijd gaan, hoe meer jongeren steeds meer alleen maar letten op wat gebeurt er morgen en wat gebeurt er de dag daarna. Maar dat ze niet echt gewoon focussen op wat er nu gebeurt. En dat kan ik ook gewoon bij mezelf herkennen. Ik heb zelf een agenda op mijn telefoon waar ik dan de hele tijd alleen maar naar kijk en dat ik dan niet denk van wat doe ik vandaag, maar wat doe ik morgen dus. Ja. Ze hebben geen kranten. Ze hebben geen tv. Ze hebben geen telefoon. Is dat je niet zoveel moet focussen op de druk die op je gelegd wordt op school. Of dat je zo snel mogelijk moet weten wat je bijvoorbeeld later gaat worden. Of dat je zo snel mogelijk dit en dat moet weten. Maar dat je gewoon ook even de tijd kan nemen om gewoon na te denken over je leven. En dat het niet uitmaakt wanneer je iets doet. Want sommigen die weten pas wat ze willen worden, bijvoorbeeld op hun 30ste. En sommigen weten het al op hun 20ste. En het maakt niet uit wanneer jij dat al weet. Je mag gewoon je tijd nemen met dat. Dat is ook eigenlijk een boodschap dat hierin zit. Dat je gewoon, je moet gewoon relaxen en gewoon de tijd nemen met alles in je leven. Maar wij gaan nu. Dames en heren, als je mij wilt volgen, dan gaan we deze kant. Wacht. Heel even. Nee, doe het echt maar even. Ja, we kunnen niet heel even. Kan je die mobiel even teruggeven? Nee. Kan je... Hey jongens, welkom bij deze live. Goed dat je kijkt. Ik ben zelf een beste druk persoon met een volle agenda. Met zeker 3 afspraken op een dag. En dan de een in Utrecht, de andere in Amsterdam, dan in het centrum, dan in Zuidoost. Dus ik merkte al best wel aan mijn eigen leven dat ik zelf merkte van goh, eigenlijk merk ik dat ik de laatste tijd best wel veel moeite heb met gewoon even stil te staan en echt te ervaren wat er gebeurt. Maar dit kan ik toch niet inleveren? In andere culturen, ook in de cultuur waar ik zelf ben geboren in Ghana, daar is het super normaal om gewoon inderdaad zulke momenten te nemen voor jezelf. En we zijn helemaal niet bezig met zo laat hier. Dingen gaan gewoon zoals ze gaan. Nee, maar sorry, maar we hadden echt toch nog hard over 7 afgesproken. We hebben de klok, maar we hebben de tijd. En zo veel goed wat ik op te kijken. Proosten. Ja. Dat heeft met de tijdgeest te maken. Alles gaat gejaagd. Alles gaat gejaagd. Gejaagd. Maar het hoeft niet alles gejaagd. Want wat je kan zeg je ook tegen ze om minder gejaagd te zijn? Ben jezelf. Wat is belangrijk? Ben jezelf. Wat vandaag niet kan, kan morgen ook. En een schema maken. Als je een schema maakt en dan ga je die schema af, dan kom je ook waar je moet zijn. Dat vind ik belangrijk. Als je een schema maakt voor jezelf. En dan is het ook overzichtelijker. Dan leer je ook langzaam dingen van waar je nog niet goed in bent. Dat leer je van de ander en zo. En je leert van elkaar. Ik ben in mijn leven veel bewuster geworden van wanneer ik eventjes een moment neem om stil te gaan staan. En dat heeft dus dit project zeker met mij en ook met sommige jongeren, heeft dat zeker gedaan. Dat we gewoon een moment kunnen nemen en eventjes een moment van reflectie. Van wow, eigenlijk ben ik best wel goed bezig. En eigenlijk mag ik best wel uitademen. En ook al is het niet zoals gepland, that's okay. Want dan hoort het ook zo te gaan. Als ik een tip zou mogen uitspreken naar jongeren of oudere mensen die nu alleen maar bezig zijn met vol en druk en schema's en dat, wil ik eigenlijk zeggen, adem in, adem uit. Dingen gaan zoals ze gaan. En ook al lijkt iets op het moment niet goed te gaan, is dat ook de bedoeling en komt het uiteindelijk echt wel op zijn pootjes terecht.